Dagenlang zit ik al achter de computer, na te denken over een geschikt onderwerp voor een paper. Maar op de een of andere manier wil het me maar niet lukken. Mijn gedachten dwalen snel af. Ik kan mijn hoofd er maar niet bijhouden. Langzamerhand ben ik de wanhoop nabij en vraag ik me af of ik maar een punt achter mijn studie moet zetten. Studievraagbaak, wat moet ik doen? Typisch het geval van een motivatieprobleem. Motivatie is het geheel van beweegredenen waardoor gedrag gestimuleerd en gericht wordt. Vandaar als etymologisch woordenboek stelt dat de stamlijnen van de kernbegrippen teruggevoerd kunnen worden op mover, hetgeen in het Latijns in beweging zetten betekent. Je zou kunnen zeggen dat elk gedrag een bepaald doel dient. Ook niets doen is zogezegd niets doen. Gedrag gebaseerd op een bepaald motief. Dus je kan niet zomaar zeggen, ik weet ook niet waarom ik iets doe of iets nalaat. De kunst is dus om je bewust te worden van deze onderliggende drijfveren die vermijdingsgedrag veroorzaken. Dan kun je pas de motivatieproblemen bij de kop pakken. Vermijdingsgedrag kan bijvoorbeeld zijn, eerst een videootje kijken alvorens aan je paper te gaan werken, of blijven steken in denkwijze over de best practice. Een staat van passiviteit, waarover je in je mailtje schrijft, kan mijn inziens ook duiden op een gemis aan gevoelens van competentie. De gedachte, ik kan dit niet, of ik kan dit nooit tot een goed eind volbrengen, werken blokkerend of saboterend ten aanzien van de doelen die je jezelf stelt. Vanuit de invalshoek van de cognitieve gedragstherapie worden dergelijke gedachten als irrationeel bestempeld. Het woordje nooit duidt daarbij op een overdreven generalisatie. Dispositionele persoonskenmerken, zoals ijver, ambitie, doorzettingsvermogen of juist het ontbreken hiervan, spelen bij motivatieproblemen ook een rol. Ook kan je dermate hoge eisen aan jezelf stellen dat je de durf niet meer kunt opbrengen te beginnen. Je bent dan van mening dat een paper alleen zonder vallen en opstaan geschreven mag of moet worden. Vastlopen, ook al van korte duur, staat in jouw geval gelijk aan falen. Overigens, ook een te laag uitdagingsniveau kan tot motivatieproblemen leiden. Daarnaast kunnen motivatieproblemen samenhangen met omgeving, cultuur, opvoeding, opleiding en andere omgevingsprikkels. Dus, zet uit die tv. Maar goed, even genoeg van dit geneuzel. Misschien weet je gewoon niet hoe je het schrijven van een paper het beste kunt aanpakken. Daarmee zijn we toegekomen
aan de logische volgorde of stappenplan voor het schrijven van een paper. Het schrijven van een paper begint bij het formuleren van een hoofddoelstelling, ook wel probleemstelling genoemd. Vraag je daarbij af wat je de lezer wilt vertellen, wat hij, zij weet als hij de paper gelezen heeft. Op basis van de probleemstelling worden subdoelstellingen of onderzoeksvragen opgesteld. Deze onderzoeksvragen helpen je om het overzicht te houden. In die zin blijf je dus gemotiveerd om door te gaan. Onderzoeksvragen geven een richting aan je plan van aanpak. Daarna ga je pas op zoek naar informatie die antwoord geven op de onderzoeksvragen. Op die manier werk je stapsgewijs toe naar een antwoord op je probleemstelling. Tot slot kom je met de conclusies en geef je aan in hoeverre een antwoord op je probleemstelling kan worden gegeven. Dus, samenvattend, probleemstelling, onderzoeksvragen, conclusies. Bezint eer gij begint. Ik hoor het mijn grootmoeder nog zo zeggen. Maar goed, zorg kortom ook voor voldoende ontspanning. Het mogen duidelijk zijn dat te veel stress het schrijven van een paper niet ten goede komt. Natuurlijk is een zekere regelmaat in de dagstructuur onontbeerlijk. Rustig. Maar waar we het ook nog niet over gehad hebben, is de planning. Tevens een belangrijk hulpmiddel tot bezinning. Een planning dient om tijd en activiteiten te overzien en te bewaken. Maak daarnaast afspraken met jezelf over wat wanneer klaar moet zijn. Dan moet het gaan lukken. Nou Fred, ik hoop van ganser harte dat je hier wat mee kunt. Heb je nog andere hulpvragen? Neem dan gerust contact met me op. In ieder geval wens ik je veel succes met het schrijven van je paper. Heb jij ook een studievraag die je wilt voorleggen aan de studievraagbaak? Mail dan naar studievraagbaak@uilentv.nl.